Goedemorgen, Jolanda Satny. Ik ben de directeur van Inc. Hotel Amsterdam. Waar staan we sinds dat we de Dutch Hotel Awards gewonnen hebben? Waar we staan is dat we nog altijd even trots zijn op 2016, toen we de awards gewonnen hebben. En het heeft ons ontzettend veel gebracht. En ik zal niet meer zeggen stuiteren, want dat heb ik toen al genoeg gezegd. Ontzettend veel energie. Hoe we de prijs hebben uitgedragen is meer het gevoel wat we ervan overgehouden hebben. En dat gevoel is gewoon gebleven. Het trots zijn op het winnen van de prijs. En de verbondenheid wat dat gecreëerd heeft in het team is altijd gebleven. We zijn een jaar verder en we zijn nog altijd met dezelfde mensen. En we hebben het er nog wel eens over dat we dachten, oh, konden we nog maar eens even weer in die energieboost zitten om dat allemaal op te zetten. En we zijn er nog altijd heel erg trots op. Ik vind het moeilijk om het in cijfers uit te drukken. We kunnen het wel zien in dat gasten naar het hotel kwamen omdat we de Dutch Hotel Awards hadden gewonnen. Ja, en ineens stonden we binnen Accor nog beter op de kaart omdat we een Dutch Hotel Awards hadden gewonnen. En we kregen heel veel bloemen. We kregen taarten en we kregen bloemen van mensen van hotels die we niet eens kenden. Dat was heel speciaal. Dus het heeft van alle kanten heel veel opgeleverd. Maar het allermeeste voor onszelf en daar zullen we nog wel jaren op kunnen teren. We hebben ons ingeschreven in de zin van nou, er zijn zoveel hotels die gaan meedoen. We doen gewoon mee en we zien wel waar het op uitkomt. En toen kregen we bericht dat we in de halve finale zaten. Ja, en toen werd het pas echt. Dus iedereen had zijn eigen taken. Want je moet wel een draaiboek neerzetten, want anders wordt het één grote chaos. Maar alles bij elkaar, denk ik toch wel 4, 5 dagen. Dat we daar constant mee bezig zijn geweest. Het thema dit jaar, en wij zijn natuurlijk wel trots dat we toch wel een inspiratiebron zijn, is tell your story. Het is een beetje omdat wij zeggen write your own story. Onze storytelling in Inc. Hotel Amsterdam is misschien wel een makkelijke, omdat vroeger de krantentijd hier zat, ook de drukkerij. Dus wij hebben dat concept overgenomen, write your own story. De typemachines die overal staan, de kranten die tegen de muur hangen. Ik ben ervan overtuigd dat je in ieder hotel wel iets kunt vinden wat je kunt groter trekken en het uit kunt breiden en kunt vertellen aan de gasten. Schrijf jullie in voor 2017 voor de Dutch Hotel Awards. Kijk in je hotel, vind een story, bouw er iets omheen, want het is zo de moeite waard om het samen te doen met je team. En je haalt er zoveel uit en het is echt de moeite. Zeker meedoen.